beginnen op 1 september. Dat is een eigen callcenter faciliteit. Ik heb twee bedrijven gehad, Spaar Select en Intertelecom. Die hadden altijd een eigen callcenter. En we gaan nu bij NAC beginnen met 3 callcenter agents. Ik ben heel blij dat ik het budget daarvoor heb gekregen. Die callcenter agents gaan bellen naar bedrijven om onze accountmanagers daar aan tafel te zetten. Dus zo gaan we nieuw business realiseren. Diezelfde callcenter agents gaan ook bellen voor de vriendenloterij. NAC krijgt de helft van de inleg van de vriendenloterij. Afgelopen jaar heeft de vriendenloterij €77.000 aan NAC overgemaakt. Alleen NAC heeft daar zelf helemaal niks nada aan gedaan. Nou, wat ik nu wil gaan doen is het complete supportersbestand en het sponsorbestand gaan afbellen om te kijken wie wil ons helpen om deel te nemen aan de vriendenloterij, wat weer goed is voor NAC. Nou, concrete doelstelling, we hebben nu 1000 loten die begunstigd zijn aan NAC. En mijn doelstelling is om op 1 juli op 2500 loten te staan. Dat betekent geen €77.000 op jaarbasis, maar circa €200.000. Door gewoon in actie te komen, is dat ook weer ruim een verdubbeling wat gewoon mogelijk is. Je moet gewoon mouw opstropen, ideeën verzinnen en aan de slag gaan. En zo kun je geld binnenhalen.